Oké, dan zijn we aangekomen bij het foamen. Jee. Daarvoor de nieuwe Ava Foam Cannon. Brede bekers, grote vulopening, makkelijk te vullen. Mooi slangetje erin. En er zit een koppeling binnenin, waarbij je gewoon ook gewoon een literfles eraan kan schroeven. De meeste dan. Het heeft een systeem. Kijk, hier zit de onderkant, die loopt een beetje taps toe, dus de kans om omvallen is groot. Maar ze hebben deksels en daar past die beker gewoon in en dan heb je een brede voet. Dan valt het niet om. Ja, dan heb je de vraag waarom 3? Nou, eigenlijk vrij simpel als je erover nadenkt. Je kan er 1 voorbereiden met snowfoam, je kan er 1 voorbereiden met shampoo en je zou er zelfs eentje voor kunnen bereiden met een pre-wash. Dus het enige wat je hoeft te doen is elke keer die beker te verwisselen. Je hoeft niet te wachten, je hoeft niet die beker leeg of je andere foambeker leeg te gooien, om te spoelen, noem maar op allemaal. Dus je hebt gewoon 3 bekers en als je de kleurencombinatie ook nog eens keer inhoudt, dan zou je ze echt voor elk specifiek doel kunnen blijven gebruiken. Het ziet er gewoon leuk uit. 3 mooie kleuren, 1 transparant, 1 waar als je hier een kleurstof in gooit, zoals deze snowfoam van HB Source, de bananas. Die gaat echt naar banaan ruiken, dus het is fantastisch. De hele straat gaat hier straks helemaal los. Dan is hij mooi, dan geeft hij mooi aan. Nou, en je zou hier een citrus pre-wash in kunnen doen en je zou hier gewoon een shampoo in kunnen doen. qua vullen, er zit een hele mooie maat op. Ik weet niet of jullie dat zou kunnen zien, maar ik neem het even mee. Nou, ik denk dat het lastig is, misschien op deze manier met mijn hand erin. Er zit een maatverdeling op. Er zit een verdeling op van ratio over verdunnen. Dus dat hoef je ook niet na te denken. En als dit nog te lastig voor je is, dan zit er ook binnenin een verhoging in. Waarbij je zegt, nee, giet ongeveer 25 ml, 50 ml, 75 ml. Product in en je vult hem verder af met water. Nou is het tricky als je hier al snowfoam in gooit en je gaat daarna met een straal water erin, dan gaat die schuimen. Mijn tip is dan, vul dan 1 beker gewoon met water en vul hier dan je snowfoam in, giet het er rustig bij en dan heb je een goede mix. Nou is deze van het weekend bij mij binnengekomen uit een hele grote bestelling, zoals jullie wel hebben gezien. Dus ik ken het product niet, maar het is fantastisch. Ze geven aan dat je in de Snowlands, de dilution is 100 ml tot 1 liter, dus 1 op 10. Nou, dat geeft hij heel mooi aan, hè? 1 op 10. Dus perfect, jongen. Dat is zo makkelijk te verdelen, dit. Dus 100 ml is relatief stevig, zeg ik. Ik ga hem in die transparante beker doen. Ik wil het wel even laten zien. Dus het is de bovenste in. Dus in de bovenste zit nog een puntje. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Goed in de camera. Dus in het puntje. Nou, tot zover moet ik hem vullen. Oh, dit ruikt lekker. Perfect. Goddonder, ja, joh. Het is echt niet normaal hoe sterk dat een banaan ruikt. Het is echt fantastisch. En een bekertje water. Water erbij en dan vullen we hem tot 100. Een beetje kijken. Dat ga ik nooit van mijn leven gebruiken, dit, hè, maar het is puur even voor om jullie te laten zien. Het is gewoon fantastisch. Het is gewoon echt fantastisch, dit. Het schroefdraad vinden. Ik sta er niet goed voor, dus ik heb ook gladde handen nu door de shampoo die ik aan heb geraakt. Dus ik wil hem niet uit mijn handen laten vallen. Ja, dat is beter. Ah, Casey, wat ben je aan het klungelen, jongen? Dat heb je als je met nieuwe dingen gelijk aan de gang gaat, hè? Dan moet je eerst eventjes oefenen. Doek bijpakken, want die beker is inmiddels zo glad door die snowfoam geworden. Dus overigens de kleidoek die ik erbij pak, heb ik lekker veel grip. Ja, nou zit het erop. Kijk, en dit kan ik eruit knippen, maar doen we lekker niet, hè, want het gebeurt ook gewoon in ieder ander. En dan, de perfecte video's bestaan in mijn ogen niet. Kort over de foam. Er zit een verdeler op, daarmee kun je de dikte van de foam bepalen, de AVA-koppeling en de nozzle die je open en dicht kan doen. Het enige wat me opgevallen is, en ik heb het niet kunnen vinden, is dat hij dus alleen verticaal kan spuiten, dus niet horizontaal. Dus ik weet niet tot hoeverre dat een irritatiedingetje gaat worden, want de meeste snowfoam kun je ook dwars zetten, waardoor je dus mooie
horizontale lijnken spuiten van onder naar boven. Die kan alleen verticaal, dus dan moet je die beker gaan draaien. Niet dat het een probleem is. Dat kan gewoon, hè. Je kan hem op zijn kop houden. Maar het is wel een dingetje, iets wat ik jammer vind. We gaan hem op de land zetten. En dan ga ik een stukje met jullie foamen. Ik ben zelf reuze benieuwd. Die geur nu al. Weet je, er staat een aardige wind hier al, maar ik wil niet weten wat voor geur er om dit huis heen hangt. Ik ben ook niet benieuwd hoe dat met de insecten gaat. Nou, de koppeling aandraaien. En klaar is Kees. En dan gaan we nu een stukje foamen. Hij staat nu nog op nul en ik ga hem steeds een tandje opdraaien. Nou, standje 0, lekker waterig soapie. Standje 1, wordt hij al wat dikker. Oh jongens, die geur. Standje 2, standje 3, standje 4. Hij wordt steeds dikker. Standje 5, standje 6. Oh, nou wordt die mooi creamy. Kijk eens hoe dik die loopt, joh. Kijk eens. Wow. Dan gaan we nu naar standje 6. Nog dikker. Standje 7. 8. Oh man, wat een feest dit. En we zijn op standje 9 begonnen. Ah, die geur, die geur. Wow. Ik ga even mijn bril doen, want die heb ik nu niet meer nodig. Nou, ik ga hem even lekker infomen. Er staat een aardige wind, dus niet. Nou, je ziet het eigenlijk best wel ook op 9, dat het een vrij dunne lopende shape is. En dan zullen de mensen zeggen, oh, dat moet veel dikker zijn. Weet je, te dikke schuim is ook niet goed. Dan droogt hij in, dan neemt hij geen vuil meer naar beneden. Dan blijf je droge plek houden met schuim en al. Dus een soap moet redelijk dun zijn, maar ook niet te dun, maar ook niet te dik. Weet je? Dus voor de lol is het lekker dat je hele dikke schuim hebt, maar het moet ook wat doen. En in dit geval moet het dus vuil mee losweken en mee naar beneden nemen. Vandaar dat je het ook moet laten zitten en dat het naar beneden kan lopen. Geur, jongens. Ik zou zeggen, kijk eens op de site van HB Source. En naar de banana's. Het is een liter snow foam wat je krijgt. Het is echt waanzinnig, echt waanzinnig lekker hoe dat ruikt. Het is wel echt soapie. Hij is wel echt super glad. Maar dat maakt het alleen maar lolliger. Het is een lichtgele kleur, heb ik niet overdreven. Ik ga de auto even rondom in de foam zetten en ja, dan mogen jullie wel even meekijken. Vind ik wel even leuk. Een stukje nog aan de voorkant. Nou, lekker rondom gedaan. Hoeveel heb ik nog over? Ongeveer een halve beker. Dan heb ik er wel volop stand 9 gehad, continu. Dus het is de maximale setting. Nou, het foam loopt er lekker vanaf. Het is ja, echt. Het is fantastisch, die geur. Weet je, of je pisang appel drinkt of weet ik wat allemaal, maar het is echt, echt bananengeur. En zeg ik, er staat een aardige wind in die straat nu, maar de geur blijft aanwezig. Ik laat het even intrekken. Het kan even, het waait wel, maar het is niet te heet. Dus ik hoef niet op te letten dat het echt indroogt. Gaan we hem afspuiten. En als we klaar zijn met het hele gebeuren, dan kom ik weer even bij jullie terug. Ga ik hem drogen.
En dan wil ik toch even kijken of ik een waxje op aan kan brengen. Ik ga straks de auto wassen. En dat wat we heel hebben. Even kijken wat ik die foamlanders nog kan laten vullen. Want ook weer van HB Source heb ik een shampoo erbij. En als we het over geurtjes hebben en over een stukje beleving hebben in de detailen, dan vind ik het toch wel. Weet je, het moet er leuk uitzien. Het mag duur zijn in mijn ogen, maar het moet ook een bepaalde belevingsgevoel hebben. En ik weet niet of jullie After Eight kennen, zo'n chocolaatje met een beetje mint erin. Nou, dat moet je dus even nu inprinten en dan deze shampoo. Er staat ook letterlijk op Mint Shock. Ah, jongens, geloof me. Oh. Gewoon pure After Eight. Dus ik giet je in je hemmen, je spuit hem op met een waterlands of een foamlands. Je hebt gewoon pure After Eight. Het is, maar je zou bijna een slok ervan willen nemen. Niet doen. Niet doen. Maar oh man, wat ruikt het lekker. Het is echt bizar wat die gast allemaal maakt. Het is echt iemand om eens een keer leuk te checken op Facebook of op YouTube of weet ik wat allemaal. Hij creëert echt de meest fantastische dingen. Dit is gewoon echt, hoe bedenk je het? Om een shampoo te maken die naar After Eight ruikt. Ik zeg niet proeven, ruikt. Het is zoals op Bildenis. Het ziet er leuk uit, leuke verpakking, lekker schreeuwend, goede beschrijving erbij. Dit is gewoon, hier doe ik het voor, weet je. Hier krijg ik helemaal de kriebeltjes van. Leuk.